wel leuk. Voor later. Ga ik eerst eventjes die... even kijken waar die wattenstaafjes nou zijn gebleven. Even kijken of ik hem wat hoger kan zetten voor je. Dan kan je beter kijken. Even wachten hoor. Zo kan je het beter zien, denk ik, hè? Ja. Oké. Okay. Ja. Perfect. Even de spulletjes bij elkaar zoeken weer. Nou, dan gaan we eerst even dat... even die wattenstaven weer zoeken. Waar zijn ze gebleven? Ik ga even een nieuwe wattenstaafjes pakken, want ik kan ze... Ik kan die neer heb gelegd even niet meer vinden. Oh jee, yeah. Ja, hier liggen. Zo. Nou, deze gaat even weg. Ik ga die kap er ook even afhalen. Mm-hmm. Dat werkt natuurlijk wel wat prettiger. Oh, is het één schroefje achterop de kap? Oh ja, ja, deze inderdaad. Ja, ja. Zo, dan weten we ook zeker dat we die niet beschadigen. Mm-hmm. Dat is één schroefje die hem vasthoudt. Ja, dat is wel mooi, ja, dat is wel een mooi systeem. Bij die Rens ook, gewoon lekker allemaal schroeven in plaats van al die klemmen en zo. Ja. Daar word je ook helemaal niet goed van. En dan moet je de kap naar voren schuiven. Juist, ik heb hem. Nou, daar is dan de motor. Hè? Even kijken hoe die collector eruit ziet. Moet ik even mijn bril een beetje omhoog tillen, anders kan ik het niet eens zien. We kunnen hem gelijk een onderhoudsbeurtje geven dadelijk. Jo. Ja. Oké, okay, die zetten we even hier neer. Pak ik even een wastenstaartje. Eerst even met terpentine. Ga kijken of ik die stickertjes er een beetje af kan weken. Dan smeer ik het even in met terpentine. Als maar niet de glossy lak aantast, dan is het goed. Nee, want ik doe alleen maar op die sticker, zeg maar, dat smeren. Zo. Ah. En op die andere kant ook. Even een beetje laten weken. Maar kijk, deze sticker is helemaal beschadigd. En ik weet niet of dat ook goed op... Oh, hier zit helemaal geen... dat is mooi. Dus dan doen we dat gelijk eventjes. Dan is het zeker vetvrij ook. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Die nummers ook. Zo. En daar moet je eigenlijk dan ook... eigenlijk voor dat schoonmaken moet je eigenlijk dan wasmachine gebruiken. Hè? Maar voor het losweken van verf of zo'n stickertje van lijm, dan kan je weer beter terpentine gebruiken. Nou, dan pak ik even een schroevendraaier. Om te kijken of ik dat stickertje eraf kan... Ja, dat gaat heel makkelijk af, Albert. Dag Albert. Met terpentine gaat die losje lijn wel op, zeg maar. Oké. Okay. Yes. Zo, daar, dat was Albert. Ik wil die leemresten een beetje weghalen ook. Er zat een goede leem zat erop inderdaad. Zo. Dit gelijk even weer weghalen, die terpentine, zo. Dat is wel goed, denk ik. Zo, andere kant ook nog een keertje. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Dat het gewoon goed hecht, hè, allemaal. Zeker, ja. Zo, dat is stapje 1.
Kijk. Nou zie ik dat het vlak een beetje verkleurd is. Zie je? Dan lijkt ook of er een sticker. Ja, dat is een sticker die erop zit. Zie je dat? Ja. Een compleet sticker. Ja, met deze kant. Oh, ook ja, ja. Oké. Okay. Wat gaan we doen? Wat zal ik doen? Nou ja, goed. Eerst maar even die naamplaatjes erop zetten. Hè. Dat is wel belangrijk. Even de naamplaatjes zoeken. Waar zijn ze gebleven? Hier. Hannington Hall. Even uithalen. Uit de verpakking. Nou. Top weer op de terpentine zetten, zo. Een beetje lijm. Zo, nou, we doen het natuurlijk heel dun. Even kijken of ik nog een iets heb om te smeren. Ik pak er gewoon een dun stukje plastic voor. Een stukje afval. Eerst ga ik die plaatjes eruit vissen, uitsnijden. Dan heb ik een stukje hout voor om eronder te leggen. Even die. Zo. Waar is de dop? Dat dopje er weer op. Yes. Very nice. Zo. Very nice. Metaal of niet? Ja, geëtst hè, geëtst. Vreken, waar is de camera daar? Mooi. Heel dun, ja, het is prachtig. Echt prachtig. Dat is ook veel mooier als zo'n stickertje hoor. Even kijken waar ik hem los moet snijden. Waar is mijn mesje gebleven? Die had ik net nog gezien. Oh, hier. Zo. Juist. Oh, mijn mesje gaat eruit. Kan dat? Het zijn hele scherpe hobbymesjes, hè? Zeker, absoluut. Oh, je bent niet verplicht om te kijken, trouwens, hè? Nee, weet ik. Alleen, ik moet even... Ik moet even iets regelen. Ik moet nog een airsoft geweer van mij op gaan halen. Wat zeg je? Airsoft geweer ophalen van mij, even onderhoud gehad. Oké. Okay. Dus ik moet even snel weg. Ja, oké. Okay. Nou, dat is goed hoor. Oké, toppie. Oké. Later. Je ziet het resultaat wel. Jo, doei. Doei.
tijdelijk op het aanrecht gezet, hè, maar ik ruim het weer op. Ja, dat is goed hoor. Vertolken ook aan de overkant gelegd worden, zei je toch? Ja. Oh, oké. Okay. Dus een papierbak zit ernaast. Okay. Dat wil ik morgen zelf wel doen hoor. Ja, ik wil het nu, want het is nu al krap. Het is wel krap. Het is krap om te lopen. Ik moet helemaal zoals in de Führerbunker, helemaal zo. Ja, dan kan je vast een beetje oefenen voor Oekraïne.
that's all I had as far as I'm. Apart from that, the buffers are intact. I predict possibly early 70s to mid 70s, probably. Alright, so the loco. I've already reapplied this Albert Hall nameplate. She's got the plastic truck wheels. Tender is missing the GWR, decals, the Great Western there, but never mind. On both sides, so it looks like it's been done intentionally, but apart from that, you can still see all the rivets and the details on the back and whatnot. It's very, very, very nice detail for the age. Very nice indeed. I will also point out that when I ordered this loco, the cylinders, which hold the valve.
Nou, dit is Hanna van de Dark Railways, Hannington Hall. Ziet er mooi uit. Een beetje. Oeps. No, an important engine needs to be connected to the train with a functional, reliable vacuum pump. No, you can pilot my, yes, he finished feebly. So, Raymond and Sir Eustace, Sir Eustace Missenden, then, coupled to the train. Ready, old puffer? Oh yes, I'm ready, you oily critical. The guards whistled blue, and they left, thank God. Out on the line, Dave waited at Axley to pass the special service with his good train. He saw them coming down the hill, and over the sound of the diesel engine and escaping steam, he could hear yet another argument. Brake, you beastly thing! I have full brakes on you, useless. Well, a fat look of good they're doing. Ah, here we go, slowing at last. They passed through the platform, still arguing. Dave sighed. I think they needed to go a little slower on their first date. Meanwhile, this hill is awfully steep. Work harder, you filthy second-class citizen. Oh, I thought you was an important strong engine. You need my assistance, then? No, I can manage it without your assistance, thank you very much. If you insist. They had almost reached the top of the hill when. I'm slipping! Ja, I'm going to. Mark ook. Dat doen we natuurlijk met wat bosbenzine. No problem. Anyone else around to give me a hand? Not that I'm aware of. Everyone else is a mere coon. There's a football match on tonight, apparently, so they begged Mr. Dark to install a television in the shed for them to tune in. You might want to steer clear for tonight. Oh, great. I think I will, then. Thanks. At that, Abomination rushed off. Then she realised something. That cheeky scrub! He's going to watch the football match too! He could have at least finished his work first. Dejected, Hannah slowly made her way down to the industrial estate. Ah, well, at least I don't have to listen to them lot screaming about goals and fouls and whatever else. As she rolled into the yard, wat moet je zijn? Nou, deze reustafel? Ja, doe maar, hè. Toch wel? Ja, hoor. Of zo'n kleinere? Nee, doe maar. Want ik neem zelf ook nog wat, hè? Erbij, bij die Chinese. Ja, voor mezelf dan. Dan maak ik het terug. Je bent aan het filmen, dat geeft niet, hè? Je bent aan het filmen, dat soms een stem hoor, is niet erg, hè? Ja, oké. Okay. Ik zou dat even. Nee, dat maakt niet uit. Ja. But surely you did. You were the only ever engine down there yesterday. That's right, but I didn't shut the train together. But that's impossible. You must have.
I tell you, I didn't marshal that train. The trucks were everywhere when I left. Dave, who happened to catch some of the conversation, called over. Hey, Hannah, perhaps it was a ghost that did it. Fuck off, Dave! Huh? Oh, yay. Even proberen. Piep, piep, klein druppeltje. Want over daad schaadt in dit geval. Zo.